kunstenaars in de tentoonstelling die werken niet alleen met celluloid of met projecten, maar ze reflecteren ook op het celluloid en op de manier waarop dat gepresenteerd wordt. En dat uit zich onder andere dat bijvoorbeeld in heel veel van de kunstwerken is de projector, die normaal gesproken verstopt is, hè, die je niet ziet, is een onderdeel van het werk. Dus je kunt ook zeggen, het zijn eigenlijk kunstenaars die niet zo films maken, maar het is meer dat ze het medium, dus de celluloid, gebruiken om filminstallaties te maken of filmsculpturen te maken. Belangrijk bij alle kunstenaars in de tentoonstelling is dat ze dat celluloid gebruiken niet om een verhaal te vertellen, maar om eigenlijk een bepaalde eigenschap van het materiaal, om dat in naar voren te brengen. He, dus bij Guzmão e Paiva, dat zijn de Portugese kunstenaars, die hebben hele korte filmpjes. Er zijn wel 25 korte filmpjes van 2 of 3 minuten. Maar dat is zodanig gefilmd, zodanig geframed en zodanig ook op kleur gebracht, analoog, dat je niet meer een man op een brommer ziet, maar dat het opeens iets heel mythisch krijgt of iets heel raadselachtigs krijgt, zodat er echt iets heel anders gebeurt dan dat je een man op een brommer ziet. Recorder en Gibson hebben een werk dat heet Available Light, waarbij 3 projectoren op sokkels in beeld zijn, dus onderdeel zijn van de installatie. En al die 3 projectoren die projecteren een beeld van een soort abstract kleurvak. Basically, it's kind of showing us pure cinema, pure film. Because what we're doing is we take a film stock, analog film stock, and we're exposing it to artificial light and natural light. So what you're seeing is artificial and natural on 3 screens. You can see what it is for its purity, its color and its film, but it's also something else, something that goes beyond just the question of film. The process of alchemy and the chemical kind of magic of how you take a film strip and expose it to light and then there's this other thing happening is amazing. So it's magic, just like in any movie. Een werk van Rosa Barba, Bending to Earth, is een werk wat bestaat eigenlijk uit verschillende componenten. Het is een heel groot scherm wat je in de ruimte ziet met hele krachtige beelden. Je hebt een enorme 35 mm projector met een heel bijzonder loopsysteem. En je hebt een hele aanwezige soundtrack. En eigenlijk zegt dat heel veel over het werk van Rosa Barba, want zij is degene die alle verschillende aspecten die normaal gesproken in 1 film zit, uit elkaar haalt, daar iets bijzonders mee doet en die weer in elkaar steekt naar gelang het idee dat ze wil overdragen. Heel belangrijk werk in de tentoonstelling is een enorme installatie van Tessa Tadin. Het heet Film. En dat is een werk dat ze oorspronkelijk voor de Tate Modern maakte, voor de grote Turban Hall. Dat is een gigawerk. En dat is belangrijk omdat dat een soort ode is van Tessa aan het analoge filmmateriaal. Film was entirely filmed inside the camera with this aperture gate masking system, which meant that I could mask out, like stenciling, aspects of the emulsion in a single frame, and film like the top left-hand corner, and then rewind the whole film, block out the top left-hand corner, and film another part. And that meant that sometimes the film went through the camera, you know, 12 times. A lot of the things are slightly unquantifiable about why film has this internal beauty, but it has it. And it could be the layers of emulsion, it could be the grain, the movement of the grain. Every film frame is different, like a snowflake. Voor AI is het heel belangrijk om deze tentoonstelling nu te presenteren, omdat AI natuurlijk zelf een enorme collectie heeft die voor 99% bestaat uit celluloid. Dus het is meteen ook een reflectie op wat wij als museum zelf beheren en wat er verdwijnt als wij dat niet beheren. Ik denk dat als je de tentoonstelling als bezoeker hebt bezocht, dat je aan het eind, of misschien voor sommigen al halverwege, dat je echt heel goed ziet het verschil tussen beelden die met het medium celluloid gemaakt zijn, of dat je digitale beelden ziet. Het heeft een totaal andere kwaliteit. Het zijn beelden die ook veel rustiger zijn. Het zijn bepaalde kleurstellingen die anders zijn. Het zijn echt hele andere beelden. En het is niet speciaal beter of slechter, maar ik denk dat het belangrijkste is dat het vooral anders is.